Schiphol. We zien dat het makkelijker is om een vakantiemaand te vinden dan vorig jaar. Dus dat is alleen maar goed nieuws. We zien tegelijkertijd dat eigenlijk jongeren naast geld zich best wel bewust zijn van de vraag... wat kan ik hiermee later? Is het een slimme keuze voor mijn carrière om deze vakantiebaan te doen? Dus dat verbaasde ook wel. Verder, wat altijd interessant is, gemiddeld verdienen jongeren €7,66 per uur bij hun vakantiebaantje. En de meest populaire branches zijn de detailhandel, heel nauw gevolgd door de horeca. Het scheelt 0,1 procentpunt. En dan zorg en welzijn. Het is belangrijk, jij zei het net eigenlijk ook al, hè? Je kan namelijk ontdekken van of eigenlijk de horeca wel iets voor je is bijvoorbeeld. Er zijn veel jongeren die daar soms over twijfelen. Mm-hmm. Daar is vakantiewerk geschikt voor. Vakantiewerk is ook heel erg geschikt om te zorgen dat jongeren niet uitvallen als ze van het VMBO naar het MBO toe gaan. Want het blijkt dat dat echt een moment is dat jongeren uitvallen. En als je daar uitvalt, dan heb je dus gewoon geen startkwalificatie. En dan wordt het heel lastig een baan vinden. Dus juist door vakantiewerk dat aansluit bij je MBO-opleiding kun je gewoon aan de gang blijven. En het derde waarom het ook belangrijk is omdat je werkervaring op doet. Heel veel jongeren die komen nu met een diploma op de arbeidsmarkt, maar hebben geen werkervaring en moeten concurreren met anderen die dat wel hebben. Nee? Het opvallendste is dus dat jongeren meer voor hun carrière kiezen bij het zoeken van vakantiewerk. Ik heb een vermoeden dat dus altijd al wel gebeurde. Je moet overigens wel eerlijk zijn. Dat gebeurt met name heel erg onder wat hoger opgeleide jongeren en wat oudere jongeren. Die zijn er meer mee bezig. Aan de andere kant is er 17% die zegt, nou, boeit me helemaal niks. Dat is een minderheid. En alles daartussenin, die zegt eigenlijk, het is mooi meegenomen. Maar als je dan gaat kijken naar de redenen voor een vakantiebaantje, dan zie je dat toch veel mensen zeggen, ja, opbouw cv, werkervaring opdoen, dat soort dingen. Dus zit er wel in. Misschien ook omdat ze al een beetje doodgeslagen zijn na een jaar crisis. Maar goed, mensen zijn ermee bezig en die doen er wat mee. En hiervoor had ik, en ik denk toch veel mensen, toch wel het idee dat vakantiebaantje was gewoon iets leuks en om een zakcentje te verdienen. Maar het is gewoon ietsje meer dan dat. Blijkt weer. Hallo. Hallo. Mag jij even iets vragen? Ja, tuurlijk. Je werkt hier dus als vakantiewerker. Ja, en hoe bevalt dat? Het is heel leuk en gezellig. Ja? Contact met mensen is leuk en het is altijd wel gezellig. Oké. En wat voor opleiding doe jij? Ik heb vakantie gewoon. En ik ga hierna opleiding ook in de horeca doen. Oh, je gaat een opleiding doen voor horeca. Ja. Oké, dus dat sluit er heel goed op aan. Ja, dat klopt. Ja. Oké, en dat is ook de reden waarom je dit echt gekozen hebt, bewust voor je carrière, zeg maar. En ja, en ik moest ook vakantiewerk hebben. Maar allebei. Ja. Ik was hier vroeger al stond op de camping. En zo ben ik eigenlijk als bijbaantje hier begonnen met solliciteren. Dat is 5 jaar geleden, 2010. En zo ben ik eigenlijk blijven werken hier nog steeds. Daar is mijn opleiding. Ook nog andere baantjes tussendoor gehad, naast extra in de horeca. Toen heb ik vorig jaar mijn opleiding afgerond, toen ben ik eigenlijk vast in dienst begonnen gelijk.